spelen, papi. Laat hem toch niet. Dat was ook altijd Peggy's lievelingsdans. Zo gaat het hier toe als ik een ogenblik mijn hielen heb gelegd. Dus tot een tingeltangel, juffrouw, voed jij onze dochter op. Hier. Hier. Het is dus nog niet voldoende dat onze oudste dochter in de armen van een romanschrijver van niks ongelukkig is geworden. In ons eigen kleine huis, dat voelt eigenlijk thuis, kan er zo gezellig zijn. Als het maantje lacht, langs het rolverlijn, er is geen onvriendelijk woord dat de vrede. En laatste dochter zal ik aan het ongeluk weten te ontrukken. Spreek ik met de pianofirma van Gelder en Co. U spreekt met mevrouw Goedhart. Ik heb een prachtige vleugel die ik van de hand wil doen. Altijd als het zo heerlijk is, dan houdt de grammofoon juist op. We moesten eigenlijk een vleugel hebben. Nou, wie weet wat je verjaardag nog voor verrassingen brengt. Meen je? Als ik er tenminste een behoorlijk voorschot voor krijgen kan. Hou nu op, Max. Ik geloof dat mijn soep aanbrandt. Gemeen om te doen. Mijn zuster en mijn zwager vertrouwen ons zo. Gemeen? Maar waarom spelen we dan geen open kaart? Hoe kan dat nou? Zolang ik geen behoorlijke positie heb, ben ik toch helemaal van hun afhankelijk. Ja, maar we kunnen toch niet eeuwig geheim houden dat we getrouwd zijn en een baby hebben? Ja, je hebt gelijk. Ik zal het dan vandaag nog zeggen. Als je dat doet? Max, dat voer je hier toch altijd in die keuken uit? Ja, kijk eens even, Peggy. Mientje en ik... Oh, dat van Mientje jou, dat weet ik al lang. Dacht je dat ik niet gemerkt had dat je hier altijd lekkere hapjes kon belen? Ik vind het helemaal niet erg. Ja, jammer, Peggy. Nee, maar nou moet je eruit. Vooruit, nee, lekker weg. Nee, Peggy, luister. Dus je weet waar je die vleugel naartoe moet brengen. Hier is het adres. En denk erom, mevrouw mag er niets van weten. Komt in orde, meneer. Vooruit, jongens. Er is geen onvriendelijk woord dat de vrede hier verstoort. Slechts het liedje van de liefde voor mij ons verstoort. Kinderen, wat is het hier verrukkelijk. En wat zal ik hier heerlijk rustig kunnen werken.
Zeg, Peggy, ik begin vandaag aan het 12e hoofdstuk van mijn roman. Het begin van het huwelijksgeluk van het jonge paar. Eén beeld van geluk en vreugde. En dan plotseling, onverwacht, nadert het onheil. Dank je, Mieke. Oh, een brief van mama. Daar zullen wel de nodige giftpastiers voor mij in zitten. Toen ook, Wim, zeg maar niet zulke akelige dingen. Mama, pa en Fietje komen vandaag al ter ere van mijn verjaardag. Oh. Mietje! Mietje! Ja, Mietje, we moeten vandaag alles nog een goede beurt geven. Mijn moeder komt. Jij heeft gewoon een hartstocht voor zindelijkheid. Maar kind, wat heb je? Oh, niets, mevrouw. Niets. Ja, en jullie gaan als de wereld naar het station om moeder af te halen. De trein komt om 1:13 aan. Ach ja, Wim, je zal toch lief tegen moeder zijn? Ja, ja. Ik dacht nu juist vandaag, nog ze alles wilde vertellen. Ja, maar het ergste weet je nog niet eens. Wat? Ik heb er net een brief van Barbara gekregen. Ze moet vandaag naar de stad en dan wil ze zo lang het kind bij ons brengen. Dat ontbrak er nog maar aan. Mietje, Mietje. Je moet direct naar naartoe gaan. En dan zeggen dat we het kind vandaag onmogelijk kunnen hebben. Goed, ja. Mietje, Mietje, wat weet je nou toch? Je zuster zal opkijken. Zo kostelijk als die kleine eruit ziet. Het is hier zeker hetzelfde als we een eindje omrijden. Ik heb nog even wat in Weesp te doen. Als dokter niks bekend, zonder praktijk, zonder cent. Ik ben geleerd, spreek de bacillen aan, met jij en jo, brengt me niks in. Ik voel me zo flauw. Ik geef mijn 1 diploma arts voor een kleine check. Of voor wonen met spek. Ben iemand van niemendal. En ik zoek overal naar iets te drinken of te eten. 'S Nachts droom ik van koude kip en van gebakken rib. Maar 's morgens ben ik het vergeten. Ik heb in mijn hoofd weer een groot idee. Dat ruilde ik graag voor een klein diner. Wat rommelt het in mijn maag? Jongens, ik heb zo'n trek vandaag. Waarom, meneer? Kan ik u misschien dienen met een tuinslang? Huh? Of een radioapparaat? Of een leun? Turf? Goedlopende naaimachine of eerste klas haarolie. Zij moeten tafel stoppen. Of kan ik u misschien iets verkopen voor een fiets, meneer? Een lantaarntje of een bagagedragertje. Als er een man gaat, alsjeblieft opzij, vooruit. Ja, Rieke. De mensen hebben geen flauw idee wat honger is. Wim! Wim! Ja?
Ik zal het je dadelijk brengen, Peggy. Het is een beetje stoffig geworden. Oh, maar Wim, wat heb je er eens hemelsnaam mee gedaan? Ik? Niets. Ik denk dat de mot erin is gaan zitten. Oh, maar waar moeten we er nou ophangen? Wat mij betreft dan de eerste spijker die je tegenkomt, als hij maar stevig is. Nou, ja, ga je nou toch aankleden om naar het station te gaan, Wim? Je komt toch veel te laat? Ik ga al. Ik loop weg met Einstein en met Kant kom ik weer thuis. Ik lees Chinees. Zonder abuis. Mythologie, historie, alchemie en bigamie heb ik perfect onder de knie. Ik schrijf Egyptisch spijkerschrift en ik spreek Sanskriet, maar een stuk brood, dat heb ik niet. Ik ben iemand van niemendal. En ik zoek overal naar iets te drinken of te eten. S'nachts droom ik van koude kip en van gebakken rib. Maar s'morgens ben ik het vergeten. Ik heb in mijn hoofd menig groot idee. Dat ruilde ik graag voor een klein diner. Wat rommelt het in mijn maag? Jongens, ik heb zo'n trek vandaag. Zullen we het hier dan maar eens proberen? Ja? Nou, verantwoording hoor. Maar dat zeg ik je, als ik hier niks verkoop, dan krapeer ik van de honger. Ja? Nee, je hebt makkelijk lachen. Je krijgt in ieder geval iets in je maag. Rika, hier. Goed, eet maar. Riedoord. De naam bekort. Waarom meer? Ik ben niks. Hoezo niks? Ja, niks is nou eenmaal niks. Oh, dat is niet veel, hè? Nee, maar ik moet het ermee doen, hè. En waar niks is, heeft de keizer zijn recht verloren. Heel aardig, maar ik geloof dat u zich in het huis vergist hebt. Het gekke huis is hier rechts, van de hoek. Nou, zo ver is toch niet met me. Nee, maar mijn naam is niks. Ah, bedoelt u het zo? Vrolijk. Nou, niet direct hoor. Nee, mijn naam is Vrolijk. Oh, bedoelt u het zo? Oh, heel erg dan, meneer Vrolijk. Meneer Vrolijk, kan ik u misschien een teunslang verkopen van radioapparaat? Wellicht heeft u behoefte aan turf of aan leun, haarolie of een goedlopende naaimachine. Wellicht kan ik u een grassneemachine verkopen. Nee, dank u. Oh, dat u niet, meneer. Maar meneer, mag ik dan misschien een paar kiezen van u trekken? Dank u. Oh, dank u, meneer.
Wellicht kan ik even uw blik doorsnijden. Die heb ik niet. Oh, nou, bij voorkomende gelegenheden dan, meneer. Maar wacht eens even. Uw piano, die kan ik misschien even stemmen. Ik heb geen piano, maar maak nou als de bliksem dat je eruit komt, want ik fluit mijn hond. Ook dat treft. Fluitjes verkoop ik ook. Maak dat je eruit komt of ik schiet je eruit. Oh. Revolvers verkoop ik ook. Wat man, ik moet naar het station. En als je nou niet maakt dat je eruit komt, dan... Zeg, meneer, ik zie dat u kippen houdt. Toevalligerwijs verkoop ik een gepatenteerd tuimellegnest voor kippen op kogellagers. Loop naar de duivel op kogellagers. Ja, duidelijk, meneer. Maar kijk eens, wees nog eens even kalm. Dat is een buitengewoon interessante uitvinding. Want kijk, iedere keer als de kip een ei heeft gelegd, ziet u, kijk, dan tuimelt het nest om... En is het ei voedsel, begrijp je? De kip, hè, die draait zich om, veronderstelt dat ze nog niet gelegd heeft en gaat direct weer zitten om een tweede ei te leggen. Dus twee eieren in plaats van één, voel je? Ja, nou uit en af en uit, alsjeblieft. Jammer, ik dacht dat ik hier mijn weg vinden zal. Dat zul je ook, daar is het uit. Dan. Oh, moeder. We komen de vleugel brengen. Vleugel? Welke vleugel? Zit in de fruittheater, nee? Vermoedelijk te ja. Als u dan maar zegt waar u wezen moet. Goed, ga maar mee, dan zal ik jullie de weg wijzen. Goed, meneer. Hallo, jongens. Wat een beschoftheid. Geen mens aan het station. Daar kan meneer mijn schoonzoon plezier van beleven. Vooruit. Absoluut ontstemd. Dat levert me minstens een ontbijt op. Nou goed, stem de vleugel maar. Maar zachtjes. Ik heb hem hier verstopt. Het is een verrassing voor de verjaardag van mijn vrouw. Is prachtig. Nou, dat zou ze prettig vinden, zeg. Maar, apropos... Kan ik niet eerst wat te eten krijgen? Hm? Want kijk, met een lege maag ben ik niet in de stemming om te stemmen. Weer mijn schoonmoeder. Kom je nog of kom je niet? Mag ik? Hoeveel is het? 1,45, mevrouw. Alsjeblieft, 1,50. 5 cent voor jou. 5. Nou koopt u daar maar een lekker sigaartje voor meneer. Alsjeblieft. Min volk. Laat dat. Dat is papa's werk. Is dat van u? Ja. Nou, sterkte, beste man. Hallo, schoonpapaatje. Oh, ben jij het maar. Hoe gaat het, jongen? Het spijt me dat ik u niet van de trein kon halen. Ach, dat betekent toch niets. Ja, dat wil zeggen... Voor mij betekent het niets. Maar voor mama... Enfin, ik hoef jou niks te vertellen, jongen. Nee, u hoeft mij niets te vertellen. Hoe staat het met de oude vulkaan? Spuurt ze nog altijd vuur? Vuur? Ook een lava spuurt ze. Ja. Apropos, is de vleugel al gekomen? Die is net gekomen. Hartelijk dank, papaatje. Ach, niet te danken, jongen, niet te danken. Ja, toen ik je de piano stuurde... Wist ik niet dat we al zo gauw hier naartoe zouden gaan, hè? Je begrijpt, als mijn vrouw dat ding hier ziet... Bestaat niet, papaatje. Ik heb me in het tuinhuis verstopt. Oh, dat is goed, jongen. Dat is goed, hoor. Een heerlijk huis hier. Hè, ma? Vind je?
Wie heeft dat onmogelijke smeedwerk ontworpen? Wim natuurlijk. Ik kan nou letterlijk alles. En toch begrijp ik niet hoe je dat wonderkind hebt kunnen trouwen. Een man die zijn tijd verknoeit met het schrijven van onbehoorlijke verhalen. U is een beetje moe van de reis, mama. Ik zal u uw kamer eens laten zien. U krijgt een roze kamer. Hoe poëtisch. Maar natuurlijk, in het huis van zo'n dichter. Kinderen, waar blijft je vader toch? Jozef, waar zit je toch, Jozef? Ik kom een duimpje. Dag, wat kind. Zou je nou eindelijk die pakjes naar onze kamer willen brengen? Onze kamer? Ma en ik samen één kamer? Ja. Tenzij je de bedoeling hebt ergens anders te slapen. Kom, Peggy. En ik had nog wel gedacht dat ik voor mijn plezier hier was. Iemand van niemand al, en ik zoek overal naar iets te drinken of te eten. 'S Nachts droom ik van koude kip en van gebakken rib, maar 's morgens ben ik het vergeten. Ik heb in mijn hoofd menig groot idee dat ruilde ik graag voor een klein diner. Wat rommelt het in me maag? Jongens, ik heb zo'n trek van maag. Meneer Max, u weet of dat Barbara met het kind naar u toe is. Wat? Dan had ik het toch tegen moeten komen? Ze rijdt over Weesp. Oh, nou, zal proberen om erin te halen. Dag! Dag Wim! En, is onze kleine Greta Garbo bij de film terechtgekomen? Nee, nog niet. Maar het zal niet lang meer duren of we knijpen er tussenuit. Ik neem al dansles, maar stiekem weet je. Laat dan eens zien wat je al kunt. Ja. Heb ik een honger? Uitstekend. We zullen nog eens plezier aan je beleven. Maar nu moet ik mijn dierbare schoonmama gaan begroeten. Ik wens je sterkte. Waarom eet u dan niet wat? Omdat ik niks te eten heb. Wie bent u eigenlijk? Dokter Niks. Pietje Goedhart. Filmster in spee. Filmster? Toevallig gewezen verkoop ik een klein boekje getiteld Hoe word ik een goede filmactrice in twee delen. En hier het intieme leven van Greta Garbo. Aan raison de 2,50 gulden. Oh, dat zou ik dolgraag willen hebben. Maar ik heb geen geld. Oh, dat is niks, kind. Voor een boterham met spek geef ik het je cadeau. Wacht hem even. Zeg, hoor eens, filmsterretje. Ik geloof dat ik jou in je carrière helpen kan. Werkelijk? Ja. Toevalligerwijze las ik in de courant een advertentie van een oude vriendin van me. Die houdt er zoiets
als een filmschool op na. Zou je bij haar les willen nemen? Oh, huh? Dat zou verrukkelijk zijn. Ja? Nou, spreek met niks en komt in orde, hoor. Mag ik even telefoneren? Ja, ja. Kijk, want de kwestie is, ik heb die dame enige jaren geleden het leven gered, zie. Nee, toch. U spreekt met mevrouw Dolly de Raad. Met wie heb ik het genoegen? Zeg, luister eens even. Herinner jij je nog je vriendje van een jaar of 8 geleden? Je weet wel dat vriendje van die geschiedenis uit de badkamer. Nee? Herinner je het niet meer? Maar luister eens even, Dolletje. Ik heb een advertentie gelezen over die filmschool van je. Zie? Nou heb ik een leerling. Nee, geen trouwring. Een leerling. Ja, kom nou eens even vlug naar Vredepoort. Een kerkhof? Nee, mens. Een villa in de Koningslaan. Ja, kom nou maar even gauw hierheen, hè? Zeg maar luister eens even. Zeg, 10% van de omzet is voor mij, hè? Goed. Ja, dag mijn engel. 10% van de omzet, ja. Wat is dat? Och, lieve kind, kijk eens. Jij bent nog veel te jong om dat te begrijpen. Hoor? Kleine Mary Pickford. Och, kind, ik heb haar vader gekend. De oude Pickford. Toen hij nog zo'n klein Pickford. Gaat u? Ik was juist onderweg, lieve, toen ik me ineens onprettig begon te voelen. Lieve vriend, je hebt er geen ogenblik aan gedacht me af te halen. Je hebt natuurlijk het land in dat we hier een maandje komen logeren. Een maandje? Zei u? Ja, ik zei een maandje. Trouwens, mijn bezoek geldt niet jou, maar mijn dochter. Ik ben tenslotte moeder. En ik voel dat ze raad en bijstand nodig heeft. Het zou me genoegen doen als ik hier in vrede en harmonie vertoef kom. De naam van ons huis is Vrede, hoor. Vrede en harmonie zijn de specialiteit de la maison. Ja, mama. We zijn zo innig gelukkig samen. Binnen. Wat er lief staat. Wat staat er in die brief, lieveling? Die brief? Oh, je bedoelt die brief die u net gekregen hebt? Ja. Oh, dat is een gewone huis, tuin of keukenbrief. Apropos, lieve, hou jij mama nu een beetje gezelschap, hè? Laat ons nieuwe huis zien. Wijs haar de kelder, wijs haar de zolder, het kolenhok, wijs haar de deur. En geef haar mijn scheermes om mee te spelen, hè? Maar voorzichtig, hoor, voorzichtig. Juist wat ik gedacht heb. Maar wat hebt u dan gedacht, mama? Mijn arm, argeloos kind. Zie je dan niet wat hier gebeurt? Je man ontvangt briefjes en jij mag niet weten wat daarin staat. Heb je niet gezien dat hij zich gedroeg als een betrapte misdadiger? Ach, mama, het is natuurlijk een zakenbrief geweest. Dat soort zaken kennen we. U kent Wim slecht, mama. Mijn lieve kind, ik ken die knaap door en door. Ik durf er mijn hand voor in vuur leggen, dat hij in betrekking staat tot een of andere jonge dame. Waar haalt hij anders zijn pikante fantasieën voor zijn romans vandaan? Niks! Niks! Ik kan me niet begrijpen dat het 8 jaar geleden is dat wij samen zo gelukkig waren. Waar heeft u het over, mevrouw? Maar je bent toch Wim Vrolijk? Ja, dat ben ik, maar... Nou, je hebt me geroepen en op je eerste roep ben ik gekomen. Laten we dadelijk beginnen. Ik denk er niet aan iets te beginnen. En trouwens, ik heb u hele maand geroepen. Toch wel? Toch niet. Mijn lieve kind, ik ken die romanknoeien door en door.
Ik wed met je dat hij in een of ander hoekje van de tuin die schandelijke brief zit te beantwoorden. Geloof je me niet? Kom. Zou u nou eindelijk op willen houden met dat ongepaste grapje? U noemt het een ongepast grapje. Als eindelijk na 8 jaar twee mensen die voor elkaar geschapen waren, elkaar terugzien. Oh, zoals jij me in je armen knelt. Dezelfde passie als toen. Als toen? Ja, als toen in het bad. Kus me. Lieve mevrouw, mag ik u nog verzoeken op te houden met die dwaasheden? Ik ben getrouwd. Kom nou, Peggy. Maar apropos, waar is nu mijn nieuwe leerling? Leerling? Ja. Kom, 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 kom. 10% van de omzet. Oh, juist, ja. Ja. U woont hier zeker dichtbij, hè? Jazeker. Dat grote huis. Rechts om de hoek. Ja, precies. Net wat ik dacht. Ontsnapt uit het gekke huis. Ik ben op jacht. Ik probeer mezelf wat voedsel te verschaffen. Ik heb honger. Man, denk toch niet altijd aan eten. Ik heb een belangrijke opdracht voor je. In mijn huiskamer zit een vrouw die ontsnapt is uit de zenuwinrichting hiernaast. Jij moet zorgen dat ze de deur uitkomt. Krijg ik dan wat eten? Een diner met 6 gangen. 6 gangen? Daarvoor haal ik de duvel en zijn gootje de hel uit. Wat voer je hieruit, man? Ben je een inbreker? Of een krankzinnige jager? Precies. En het wild waarop ik loer, dat ben die dame. Wegwezen. Wat zegt u? Ik zeg wegwezen. U is hier een ongewenste gast. Meneer Vrolijk heeft me verteld dat hij gewoon misselijk wordt als hij ziet. Dus bent u van plan goed schiks weg te gaan? Of moet ik geweld gebruiken? Dus u werkt in opdracht van meneer Vrolijk? Precies. En hij heeft me gezegd dat ik u een blauwe boom in uw buik moest jagen als hij niet weg wilde gaan. De schof, dat monster! Haal hem hier. Heeft niks. Voor geen 1000 gulden wil je meer terugzien. Ik zal het tegen mijn man zeggen hoe u me hier behandelt. Mijn man zal genoeg doen van uw vorderen, meneer. Kan me niet schelen. Nou, en maak nou dat je wegkomt. Opoe. Opoe. Man, ben je gek geworden. Ik tel slechts 45 lent. Plus 65 winters. Nou, ga je weg! Of ik neem je weg! Moordenaar! Gehuwde sluipmoordenaar! Wegwezen! Ik rust je weg! Nou ga je of ga je niet! Ah, hij heeft me geschoten! Ik ben getroffen! Ik ben getroffen! Was me dat
Schrikken. Is ze weg? En hoe? Heb je kranen geleverd, dokter? Zeg maar, krijg ik nou mijn diner met 6 gangen? Mijn mooiste en schoonste verlangen. Mijn dinertje met 6 gangen. Haal hem omhoog! En verroer je niet. Weg met dat geweer, het kan geladen zijn. Dolly! Wie bent u? Herken je me niet meer? Mijn oude badvriend van 8 jaar geleden. Sterk haar toch niet in haar waandenkbeelden. Dus u hebt mij getelefoneerd? Ja. Oh, neemt u me niet kwalijk. Het is een klein misverstand. U doet dergelijke dingen blijkbaar aan groot. Ik ben zo vrij geweest mevrouw Dolly de Raad als filmlerares te engageren voor dat jonge meisje hier in huis. Maar wie heb je dan zo even de deur uitgejaagd? Ja, wie dit dan? Ik heb alleen gedaan wat jij gezegd hebt. Goedendag allemaal. Ah, jonge dame, je komt juist op tijd. Mag ik je eens even voorstellen aan mevrouw Dolly de Raad, de filmlerares waarover ik je gesproken heb. Maar vindt je moeder dat goed, Fietje? Nee, natuurlijk. Oh, ga dan je gang maar. Ik betaal je lessen, ik betaal alles. Oh, maar dat is engelachtig van je. Nou, dan is alles oké. Okay. Wel ja. Is hier nou misschien een rustig plekje waar we samen kunnen studeren? Jawel, mevrouw. Gaat u maar mee in de tuin. Ziezo, dat is dat. De vleugel is nu toch helemaal in orde, nietwaar? Ja, maar mijn maag is nog niet in orde. Zo'n honger. Man, we gaan dadelijk aan tafel. Als de weer ligt dat je in het tuinhuis komt. En de enige die iets van de vleugel... Ja, ze heeft zo'n heftig... Oh. Nee, nee, ga u liever niet naar boven. De dokter heeft absoluut de rust voorgeschreven. Oh ja? U moet nog een ogenblik geduld hebben, dokter. We gaan dadelijk dineren. Is de dokter in de huiskamer? Ja, hij heeft de oude rammelkast grondig onderzocht. Oude rammelkast? Niks gevonden bij mijn oude schat? Nou, niks tas overdreven hoor. Kijk, deze 2 dingetjes heb ik uit haar binnenwerk gehaald. Hoe kan dat? Ach, als ze op leeftijd komen, vind je altijd allerlei rommel in die oudjes, hè. Rommel? Ja. Oh, dus u heeft er grondig onderzocht, dokter? Ja, ik heb er helemaal uit elkaar gehad. Uit elkaar gehad? Ja. Oh, en wat is uw diagnose, dokter? Oh, voor zo'n oud beestje gaat het nog wel. Alleen ze rammelt. Rammelt ze? Ja. Oh, en dat is treurig, hè? En, hebt u nog iets voor haar kunnen doen, dokter? Ja, ik heb het klankbord, heb ik eens naar gekeken. En toen heb ik er flink met een stalen borstel eens... is goed onder handen genomen. Stalen borstel? Ja. Maar ik ga aardig. Ze zit vol krabben. Ja. Ja. Heb u dat gedaan? Ik? Ja. Nee, dokter. Nee. De een of andere die moet lucifers aan haar hebben aangestreken. Lucifers? Ja. Maar dan de benen. Dat is het allerergste. O ja? Daar zit de worm in. De worm? Helemaal wankel. Oh. Die moet er zo gauw mogelijk gestut worden. Anders gaat de hele zaak in elkaar, hoor. Oh, de worm. Arme Arabella. Hè? Arme Arabella. Die noemt ze piano Arabella. Oh, geen wonder. Die mensen eten hier ook nooit. Wat
heb ik een honger. En daarvoor moest ik mijn vreedzaam huis verlaten. Om me hier door die onfatsoenlijke man van je en zijn vriend te laten beledigen. Mijn arm kind. Mijn arme pop. Wat doe je, Jozef? Peggy, hou mama vast. Hou er stevig vast. De dokter heeft gezegd dat ik haar benen moet stutten. Anders valt ze vandaag of morgen in elkaar. Zeg, ben je gek? Even rustig. Ben je gek geworden? Even rustig. Het is voor je eigen best. Leef van me af. Ja, mijn kind is zinnig geworden. Ja, maar ga je uit. Wat voel jij hier uit? Ik dacht dat je in het tuinhuis was. Zo, goed, zo. Hier in mijn bijdenkamer? Hier vind je alleen geestelijk voedsel. Kan ik je misschien dienen met een van mijn romans? Dat is de stem van mijn vrouw. Denk aan, geen woord over de vleugel. Hier ben ik, liefste. Wim, wat is er toch in godsnaam gebeurd met moeder? Ze is in een ontzettende toestand. Ze zegt dat de gehuurde moordenaar heeft willen doodschieten. En in opdracht van jou. In opdracht van mij? Ja. En ze heeft me de kerel nauwkeurig beschreven. Een oude, lugubere misdadiger met een drankneus. Oh, dat slaat toch mee. Daar staat hij. Mijn lieveling, zeg toch niet van die dwaze dingen. Weet je dan niet wie of dat is? Jij? Nee. Ja, dat is oom Baldriaan, waarvan ik je zo dikwijls gesproken heb. Oom Baldriaan? Ik heb nog nooit eerder gehoord van oom Baldriaan. Dat meen je toch niet? Hoe zou ik oom Baldriaan nu kunnen vergeten? Dit is nu oom Baldriaan, die hem op zijn arm gedragen heeft toen ik nog een heel klein kindje was. Wow. En die 25 jaar geleden naar Australië is vertrokken. Poedelnaak, nou ja, ik bedoel natuurlijk straatarm. En met niet anders dan 2 aspirinetabletten in zijn mond. In zijn zak natuurlijk. En de zegen van zijn lieve moeder. En die nu teruggekomen is als de bezitter van miljoenen en miljoenen. Ja, die Wim. Die oom, hè? Zo'n oude Wim, hè? Ja, ik kan niet zeggen dat oom eraan als een miljonair uitziet. Val me nou alsjeblieft niet in de reden, lieve. Oom is incognito. Hij wil niet weten dat hij hier is. Oom, mag ik u nu eventjes aan mijn lieve jonge vrouwtje voorstellen? Dol graag. Zo, nicht, hoe maak je het? Geef me zo'n pakket. Haha, nog één. Nou, de andere kant. Zo, haha. Zo. Hè? Ja. Consortino, oompje. Ja? Er is gedekt voor de lunch, mevrouw. Oh, mooi. Lunch? Goddank. Ga mee. Laat me toch eindelijk met rust, man. Je zult mijn einde nog verhaasten. Maar ik meen het toch goed met je, lieveling. Oh, tijd voor de lunch. Zal ik je wat boven laten brengen, mijn hondje? Boven laten brengen? Jij denkt zeker dat ik al dood ben, hè? Dat is je zeker door mijn schoonzoon ingegeven, die me natuurlijk niet aan tafel wil zien, hè? Nee. Waar nou zal iemand tafel zien? Wat doe je? Ik heb helaas zeer grondige redenen om bij mijn schoonzoon geheime correspondentie te vermoeden. Laten wij nog maar vast beginnen. Stop! Ik dacht wel dat er weer wat tussen zou komen. Waar is papa, mama? Die durft waarschijnlijk niet binnen te komen. Maar mama, wat is er in vredesnaam aan de hand? Mijn arm, onschuldig kind. Weg van die wolf in schaapspels. Die moordenaar, die bendeleider. Nu weet ik waarom die schurk van een man van je... En zo'n gehuurde moordenaar me van kant wilde maken. Maar mijn maatje, dat is nooit in me opgekomen. Nou, ze zou anders zo'n kwaad idee niet zijn. Zwijg, ellendeling. Oh, mama, hoe kunt u nou toch zo tegen oom Baldriaan spreken? Sinds wanneer is
dat daar je oom Baldriaan? Ja, dat is oom Baldriaan, een oom van Wim die net uit Australië is gekomen. Die maakt dat de kat wijs. Een gediplomeerde tuchthuisboef, dat is hij. Zeg, zeg er eens even, mevrouw. Mamaatje, mag u vriendelijk verzoeken, mijn gast? Jij moet heel kalm zijn. Walgelijke hoesteling. Ja, mama! Hier, lees. De kleine lieveling verheugt zich al op deze middag. Ik kom zo vroeg mogelijk. Barbara. Die brief heb ik in de zakken van je man gevonden. Ze zal hem wel gegapt hebben. Wim! Ja, liefste. Bah. Hoezo? Bah. Mijn arm ontgoocheld kind. Oh, Becky, houd toch op met die dwaze komedie. Laat je toch niet langer door die oude toteloot in de war brengen. Oude toteloot? Hoe durf je zo over moeder te spreken? Is het dan niet genoeg dat je me bedriegt? Wat doe ik? Jazeker. Moeder heeft mijn ogen geopend. Oh, maar Becky, praat toch geen onzin? Stel je niet aan, jongmens. Een vingerwijzen des hemels heeft me hierheen gebracht. Om je het masker van je misdadigersgezicht te rukken. Mevrouw, u is... U is... Kom mee, dokter, of we gaan ongeluk. Kom mee. Ik heb zo'n voor. Dankjewel, buurman. En nu hoop ik maar dat Max en Mientje heel gauw komen de kleine schat van me over te nemen. Ja, Barbara. Daar. Dag, buurman. Nou, wel bedankt, hoor. Mientje. Mientje. Maar niet, klein kindje met je klein verdriet. Wat is er dat jou niet bevalt? Je houdt je lieve kleine vuistjes zo gebald. Je kijkt zo boosjes en zo sip. Er rolt een traantje langs je lip. Zeg Wim, waarom hollen we nou hier zo door die tuin? Is er in het dorp geen behoorlijk restaurant? Beste jongen, de eetkwestie laat me ijskoud op het ogenblik dat er tussen mij en mevrouw tot een breuk dreigt te komen. Als ik er maar 5 minuten alleen kon spreken. Ik zou je wat zeggen, als je vrouw een lekkere kalfskotelet was, geloof ik dat ik in staat zou zijn er uit de handen van die oude tabaksdoos te halen. Praat me niet over een kalfskotelet, ik word er misselijk van. Gewoon ziekelijk. Die mensen hebben hier nooit honger. Doe vliegjes gaat nu eindelijk weg. Want kindje wil toch slapen zeg. Kom vinkje boven in de boom. Jouw zingen stoort ons kleine kindje in zijn droom. Zeg hoe zit stil, verroer geen vin. En vind hou jij je adem in. Want kindje doet zijn oog.
eindelijk. Heer Barbara, we kunnen het kind vandaag niet hebben. De moeder is komen logeren. Wat heb ik ermee te maken? Ik moet wel eens stap. Ik heb een nieuwe betrekking aangenomen. Ja, maar ik zeg je toch dat ik het niet hebben kan? Nou, en ik zeg je dat het moet. Ja, maar Barbara. Nee, Barbara. Barbara, het kan niet. Doe Barbara. Barbara. Barbara, het kan niet. Ja. Barbara. Fietje! Fietje, waar zit je nou? Fietje! Fietje, waar ben je? En nu zal ik jou eens een kleine liefdescène instuderen. Oh, enig, enig! Je moet je voorstellen dat hier de camera is. De scène is deze. Na lange jaren van scheiding zien twee geliefden elkaar eindelijk terug. Het meisje zegt, oh, zie ik je dan eindelijk weer, mijn geliefde. Hoe eindeloos lang heb ik naar je gesmacht. En de man zegt, oh jij, mijn vreugd, mijn leven, geen macht ter wereld zal ons ooit kunnen scheiden. Jij speelt het meisje en ik de man. En nu gaan we repeteren. Heb jij een stuk papier bij je? Hier, een brief van de Noord-Hollandse varkensfokkerij. Iets van belang? Zou er mogelijkheid bestaan het oude varken nog in leven te houden? Ja, dat slaat niet op je schoonmoeder. Loop eens gewoon naar huis, dokter, en haal Mientje hier. Het slot moet nodig eens nagekeken worden. Dit briefje zal zijn doel niet missen. Ik heb me niet bezig gehouden met nutteloze uiteenzettingen. Ik heb er alleen geschreven dat ze zichzelf kan overtuigen. Als ze de vleugels ziet, dan is tussen ons natuurlijk dadelijk weer alles in orde. Ja. Dat zal ze in de schik zijn. Ze had gewoon heimwee naar een vleugel de laatste tijd. Wil je dit even naar mevrouw brengen? Ja, meneer. Maar je moet het haar zelf in handen geven, hoor. Ja, zeker. Dus ik kan ervan op aan dat je het in orde maakt, lieve kind. Ha, zeg zus. Ben jij werkelijk een lief kind? Huh? Veel te bescheiden om daar. Dat hij alleen belangstelling had voor eten. Nou wat, dat is toch ook een... Ik ben het, Max. Doe open. Kom gauw binnen. Komt die engel in z'n hemelsnaam hier? Barbara moest naar de stad om een betrekking te zoeken. Mientje, weet je wat? Breng jij het gewoon naar je kamer? Nee, nee, dat kan nou niet. Er zijn mensen in de tuin. Ja? Ik zal het straks wel even doen. Ik moet eerst even een briefje voor je zwager bezorgen. Ja. Binnen. Nee, meneer Vrolijk heeft gezegd dat ik de brief persoonlijk aan mevrouw moest geven. Brutaal schepsel. Lees hem niet, lieveling. Misschien dat deze brief juist alles opheldert, mama. Zou er een mogelijkheid zijn het oude varken nog in leven te houden? Dat slaat natuurlijk op mij. Oh, je hebt aan de verkeerde kant gelezen, mama. Mijn lieveling. Ja, dat schrijven ze allemaal. Als je even in het tuinhuis wilt gaan kijken, zul je dadelijk de oorzaak van alle ellendige misverstanden begrijpen. Ik had ons al lang zoiets willen aanschaffen, maar tot nog toe heb je je iets dergelijks niet gewenst. Ik weet, er zijn mooiere, maar lieveling, ik heb gedaan wat in mijn vermogen was. Is helemaal zijn bedoeling, man. Dat is een gemene valstrik. En daar loop ik niet in.
Maar we kunnen eens gaan kijken. Zie ik je dan eindelijk terug, mijn liefste? Oh, hoe eindeloos lang heb ik naar je gesmacht. Oh, jij, mijn vreugd, mijn leven. Geen macht ter wereld zal ons nu nog kunnen scheiden. Bravo, 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 bravo. Ach, kind, wil je me misschien even aan deze dame voorstellen? Mijn vader, mevrouw Dolly de Raad. Heel aangenaam, mevrouw, heel aangenaam. Dat was zo even voortreffelijk, mevrouwtje, voortreffelijk. Oh, het was heel lief wat Pietje deed, ja. Maar toch nog beslist onvoldoende, oh. Veel te koud. Denk u toch eens na, welke verrukking dit meisje ondervindt bij het weerzien. Ja. Ach, wilt u zo vriendelijk zijn en even voor de man te spelen, meneer? Ik, mevrouwtje? Ja, dan kan ik het spel van uw dochter veel beter observeren. Oh. U hebt de volgende tekst te zeggen. Oh, jij, mijn vreugd, mijn leven, geen macht ter wereld zal ons nog ooit kunnen scheiden. Toch eens even kijken wat er in het tuinhuis te zien is. Kind. Raak het niet aan. We hebben dadelijk vermoed. Dat was de betekenis van die brief. De wellusteling. Mama, maar dat moet toch een vergissing zijn? Voor meneer Vrolijk is dit geen vergissing geweest. Geen minuut langer blijf je in dit verschrikkelijke huis. Kom mee, pak je koffers. Ze kunnen nu wel ongeveer uit het tuinhuis terug zijn. Ze is natuurlijk zalig verrast met de vleugel. Ja. En dan is zo dadelijk tussen ons weer alles dik in orde. Weet je wat jij nou doet? Nou ga jij naar binnen en je vergeeft er grootmoeder. Dan krijg ik tenminste eindelijk eens wat te eten. Ja, ik zal grootmoedig voor haar zijn. Ja. Nu is alles tussen ons toch weer in orde, niet, lieveling? Hoe kon je me dat nou aandoen, Wim? Wees voorzichtig met je woorden, jongmens. Vergeet niet dat ik hier als getuige aanwezig ben. Heb je mijn briefje ontvangen, lieve? Ja, ze heeft je biadou ontvangen. En heb je in het tuinhuis gekeken? Ze heeft in het tuinhuis gekeken, meneer. Ik spreek niet tegen u, mevrouw. Nee, maar ik spreek tegen u. Oh, mama. Wil je nou eindelijk ophouden dat onschuldige schepsel te martelen? Blauwbaard. Laat hem toch eindelijk eens een keer spreken. Ze heeft u niet nodig als luidspreker. Hoe heb je het gewaagd dat hier in huis te brengen? Maar lieve, ik dacht dat je graag zoiets in huis wilde hebben. Eigenlijk was het bedoeld als een verrassing voor je verjaardag. Een mooie verrassing. Mormoon. Maar mevrouw, kunt u nog geen 3 minuten uw adem inhouden? Denk je niet dat het onze huiskamer ontzaglijk zal opvrolijken? Dat in mijn huiskamer? Dacht je nou werkelijk dat ik zo dulde dat mijn dochter zoiets in haar huis houdt? Waarom niet? In de eerste families hebben ze zoiets. Hoe kan een man als jij beoordelen wat ze bij eerste families in huis hebben? Laat die dame haar mond houden of... Luister nou eens, lieveling. Iedere man geeft zijn vrouw toch zoiets als het in zijn vermogen is. Denkt u dat? Ja, dat denk ik. En de vrouwen vinden het zalig. Oh ja, ik ben dol van geluk. Hoeveel vrouwen ken ik niet die ook zoiets cadeau gekregen hebben? Kroeze heeft er zijn vrouw 1 cadeau gedaan met kerstmis. En ze huilde van geluk. Van Duinen, weet je wel? Die heeft er zijn vrouw 2 tegelijk cadeau gedaan. 2 tegelijk? Ja, 2 tegelijk. 1 voor de salon en 1 voor de bibliotheek. En Lize danste van vreugde. En Jo Smit, die goede oude Jo Smit, hè? Die heeft er 1 voor zijn vrouw laten komen uit Indië. Daar had hij al voor gezorgd terwijl hij daar nog was. Zeg je daarvan? Nou, we smaken valt niet te twisten. Het is heel en gaaf aangekomen. En ze was er zo mee in de schik dat hij meteen voor een 2e gezorgd heeft. Wat zou je ervan zeggen als ik zoiets deed? Als jij het voor niets zou kunnen krijgen, zou ik het verduiveld leuk vinden. Wat een poel van ontaarding draagt die man in zich rond. Maar lieve mama, u hebt er van papa toch ook 1 gekregen, al heeft hij er later genoeg spijt van gehad. Nee, wat een onbeschaamdheid. Peggy, ik begrijp je niet. Dat mama razend zou zijn als het hier zag, dat had ik verwacht. Maar dat jij je verzet... Had je dat niet verwacht? Mevrouw, zou u nu eindelijk... Ik laat me de mond niet snoeren door een man van jouw soort. Jij denkt zeker dat je een vrouw van de straat hebt getrouwd, hè? Ach, mevrouw, schijt toch uit met die onzin. Peggy zou er blij mee geweest zijn als u haar niet had opgehitst. Blij? Ja, alles heeft zijn grenzen. Maar lieveling, waarom maak je over die kleinigheid nou toch zo'n koude druk? Die kleinigheid zal jou nog duur te staan komen, mannetje. En jij staat er maar alsof je me geen haar gekrenkt had.
Als je tenminste maar geprobeerd had het te ontkennen of berouw had getoond, dan had ik je misschien met de tijd kunnen vergeven. Maar nu... Nee, laat me los. Dat is nu voorbij. Voor altijd. En nu wil ik weten wat ermee gebeuren moet. Ik laat het ding weghalen en daarmee uit. Nee, jonge vriend. Zo makkelijk kom je er niet af. Mevrouw, wie geeft u toch het recht om altijd uw neus in onze zaken te steken? Mijn moeder, schat. Ja, ik ben moeder. Jij niet. Het eerste verstandige woord dat ik vandaag uit uw lieve mond gehoord heb. Morgen om deze tijd zult u van onze advocaat vernemen wat we in deze aangelegenheid beslist hebben, meneer Vrolijk. Zeg, lieve mensen, ik dacht dat er geen eind kwam aan die verzoeningsscène. Wat wil je? Ik heb zo'n honger. Nou, hou ik er niet meer uit, hoor. Jullie hebben toch een uur nodig voor die kleine verrassing? Ik kan je zeggen dat die kleine verrassing een groot succes gehad heeft. Dat is prachtig. Voor zover ik weet heeft niemand u verzocht uw drankneus in onze familiezaken te steken. Maar ik heb jou door, mannetje. Jij bent natuurlijk in het complot. Nou, om u de waarheid te zeggen, een klein tikkeltje. Wel, ja. Dat is zo. Hij heeft me geholpen. Alleen had ik het nooit voor elkaar gekregen. Ah, een bekentenis. Daar zal de rechtbank nota van nemen. Als jullie mij nou eens even aan het woord willen laten, dan kan ik de hele geschiedenis in 1 seconde tot klaarheid brengen. Maar oom Baldriaan, ja, als u tenminste oom Baldriaan bent, zegt u dan de waarheid. Mijn levensgeluk hangt ervan af. Oké, de zaak was eigenlijk zo. Je man wou dat ik het eerst in het tuinhuisje zou deponeren, zodat ik het een beetje kon oplappen, begreep je? Want het zag er vreselijk uit toen het hier aankwam. Oh. Nou ja, zo erg is het nou ook weer niet. Want nou ziet het er toch uit om te stelen, nietwaar? En als het nou maar eerst hier in de kamer gebracht is, dan zal je zien wat een geluid of eruit komt. Kom Peggy, lieveling, pak je koffers. Heb je ooit zoiets beleefd? Zoveel drukte om een oude kapotte piano. Ja, wat moeten we nou met die kast uitvoeren? Het kan me niet schelen. Telefoneer dat ze hem weghalen. En ik heb zo'n honger. Halt! Ik heb een beter idee. Zo wat dan? Waarom zullen we nog transportkosten maken voor die oude rammelkast? Laten we hem vernietigen. Jawel, maar hoe? Ach, maak er voor mijn part brandhout van. Nou, dat lijkt me nogal onslachtig. Nee. Waarom laten we het niet dood eenvoudig in de lucht springen? Samen met dat vervloekte tuinhuis. Wel ja. Ik heb in mijn wagen, heb ik een vaartje buskruid. Kan je voor een prikkie krijgen. 50 pop. Top, ga je gang. Ik wil de rommel niet meer zien. Goed, ga ik het even halen. Het zou me niet onaangenaam zijn als een zekere oude dame ook mee de lucht in ging. Ik lach me dood. Een ogenblik, jongens. Zo diep ben je dus gezonken. Lieve mevrouw, nu wordt het me toch werkelijk al te kras. Ik heb gehoord wat je met dat arme ding van zins bent. Dat gaat u geen bliksem aan, mevrouw. Het is van mij en ik kan ermee doen wat ik wil. Weer een bekentenis. Het is hier naartoe gebracht met de bedoeling dat het in de familie zou blijven. Oorspronkelijk was het van een ander. Zo plotseling. Helemaal niet plotseling. En het was van een ander. En van wie dan? Als ik zo vrij mag zijn? Ja, u mag zo vrij zijn. Van uw man. Mijn man? Ik had u wel eerder willen zeggen, maar ik was bang om de stakker in verlegenheid te brengen. Dat is niet waar. Op mijn woord van eer. Jozef? Precies. Waar is de ellendeling? Als hij verstandig is aan de Noordpool. Als ik hem vind, dan zal hij wensen noodgeboren te zijn. Dat wenst hij waarschijnlijk al 40 jaar lang, mevrouw.
altijd niet wat het zijn moet. Je moet je meer geven. Kijk, ik zal het je nog één keer voorspelen. Ga jij daar zo lang staan? Zou u mij misschien even willen seconderen, meneer? Maar natuurlijk, mevrouwtje, natuurlijk. Ah, zie ik je dan eindelijk weer, mijn liefste. Oh, hoe eindeloos lang heb ik naar jou gesmacht. Oh, jij, mijn leven, mijn vreugd. Geen macht ter wereld zal ons ooit kunnen scheiden. Oh. Ah! Abba, het liefde leven van Hendrik de Achtste. Nee, Anna Boleyn. Nee, nee, help, help. Help, Ben, help. Oh, oh. Kom jij erin? Kom je eruit? Hé? Los! 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 Kom eruit! Onderuit, dat is niemand gevaarlijk! Opa, kom op! Je moet er zelf in, hoor! Waarom hebben jullie deze heren gearresteerd? Hedenmiddag om 2:13 was ik met mijn collega Simon Foppert de Jong op dienstronde en trof ik deze drie mannen op een nog rokend en omwoeld terrein. Zij werden betrapt bij het in de lucht springen van een tuinhuis, waarvan de restanten in het rond verspreid lagen. Bij een arrestatie, terwijl ze zich met hand en tand verzetten, verklaarde de vrouw van een der verdachten dat ze het tuinhuis in de lucht lieten springen ten einde het levenslicht van een daarin bevindende zuigeling uit te blazen. Zuigeling? Wat voor een zuigeling? Ach, maar dat is toch waanzin.
U hebt hier het woord waanzin niet in uw mond te nemen. Ja, maar als het nou waanzin is, wat moet ik dan in mijn mond nemen? Ik verbied u met volle mond tegen me te praten. Met volle mond. En ik heb juist zo'n honger. Heel rustig bent. Laat ik u insluiten. Maar hou dan ook je mond. Hou dan toch eindelijk je mond. Hou dan even je mond. Hou je mond jij. Hoi hoor. De brigadier zal thans uw identiteit vaststellen. Uw naam? Hoorlijk Willem André Casimir. Ik vraag u niks. Ik zeg ook niks. Mond dicht. Dolgraag. Geen discussies, alsjeblieft. En ik doe geen mond open. Ja, zou u nou eindelijk alsjeblieft uw naam willen zeggen? Toch hoor er niks. Josephus Andreas Achillas. V8BD. En ik heb zo'n honger. Ga nou naar boven, Max. Ga nou naar het kind. Als het wakker wordt en begint te schreeuwen, dan heb je de poppetjes aan het dansen. Nou goed. Ik ga. Ik ben. Haha. Alsjeblieft. Je zult alweer zo langzamerhand je bekomst hebben, dokter. Hm? Nou, het mag geen naam hebben, hoor. Het mag geen naam hebben. Heb lofhaast. Ik zeg, Wim. Ja? Jozef. Ja? Jozef. Ja. Zal, jongens, luister eens. Zal ik jullie nou eens het liedje zingen van wat ze gezongen hebben toen geboren werd? Ja, maar. Ben je geboren? Nou. Dat was een feest. Ja? Oh. Ja. Van leven door lol, geen kind. Ja, vraag. Ja, is goed. Zing op, maar dan moet je eerst eens schenken. Ja, eerst laat eens. Ja. Herberg. Herberg. Twee bier. Van leven door lol, geen kind. Ja, niks zien. Ik vind jou een goede kerel. Je krijgt mijn vrouw. Ja. Wat moet ik daarmee doen? Cadeau. Cadeau. Voor niks? Voor niks. Papa, u gaat te ver. Nou, gaan we weer. Water is nuttig, water is nat, maar alleen vissen drinken dat. Melk is versterkend en een goed ding, voor een beginnend zeugeling. Maar omdat ik geen kind ben en geen vis, weet ik hoe mijn schuimend biertje is. Leve de lol, schenk ik, leve de lol, drink uit, heb er mezelf nog geen beloofd. Onder het tweede glas. Stemming pas en je hebt ook geen water om. Leve de lol, schenk drink, leve de lol, drink uit. Ik heb een dorst, dat is mijn trost. Op je gezondheid, kameraden. Leve de vrolijkheid, klots, klots. Nog een baby ontdekt. Alweer een? Ja, behalve het stumpertje dat met het tuinhuis de lucht ingevlogen is, heb ik er nu eentje ontdekt in Mientjes kamer. In Mientjes kamer? Ja. Maar dat kan toch niet? Misschien had ik beter gedaan het voor me te houden. Wim is altijd zo lief voor me geweest. Maar wat heeft Wim er dan mee te maken? Is die dan de vader niet? Wim? Ja, het kind lijkt tenminste als twee druppels water op hem. Oh, nou begrijp ik alles. Daarom dit Mientje natuurlijk zo zonderling. Ik stumper die er zo vertrouwde. Zeg Wim, waar is Jozef in hemelsnaam gebleven? Ik geloof dat die zich een nieuw pak laat aanmeten. Ik herinner me tenminste vaag dat ik hem in een confectiezaak heb zien verdwijnen. Dan niet, ook goed. Water is nuttig, water is nat, maar alleen vissen drinken dat. Melk is versterkend en een goed ding, voor een beginnend zuigeling. Maar omdat ik geen kind ben en geen vis, weet ik hoe fijn een schuimend biertje is. Leve de lol, schenk in, leve de lol, drink uit. Ik heb er mezelf nog één beloofd. Onder het tweede glas vind je de stemming. En ik trek ook geen water op.
dan is mijn troost op je gezondheid, kameraden. Leven de vrolijkheid, of dorst. Zing nog een liedje, drink nog een glas. Als je plezier hebt, leef je pas. Ben je een beetje droevig gezin, of was de liefde soms weer blind? Geef aan je droge lippen eens een bad. In je pot heerlijk zwemmen, hersten nat. Leven de lol, schenk in. Leven de lol, drink uit. Ik heb een dorst, dat is mijn droos. Op je gezondheid, kameraden. Leven de vrolijkheid, op de dorst. Frietje! En zoiets laat de politie vrij rondlopen. Ben jij er ook, lieve schat? Ik heb gedacht dat ik je verkeerd beoordeeld had en dat het kindje in de tuin is van papa was. Maar jij hebt er ook geen boemelaar. Wil boven in Mientjes kamer. Oh ja, het is een schatje en het lijkt sprekend op je. Beginnen jullie nou weer met die nonsens? Ik verklaar jullie plechtig dat er in het hele huis geen kind te vinden is. Is jouw werk. Mijn? Wat heb je nu te zeggen? Ik zal u de situatie ophelderen, mevrouw Vrolijk. Voor mij is deze opheldering meer dan voldoende. Max! Max! We moeten ze nou alles zeggen. Nou ja. We zijn getrouwd en dat kind, dat is van ons. Zing nog een liedje, drink nog een glas, als je het leefje pas. Ben je een beetje droevig gezin, of was de liefde soms weer blind? Geef dan je droge lippen eens een bad. In een pot heerlijk schuimend, herstendat. Leven de lol, schenk in. Leven de lol, drink uit. Ik heb er mezelf nog een beloofd. Onder het tweede glas vind je de stemming pas. En je krijgt ook geen waterhoofd. Leven de lol, schenk in. Leven de lol, drink uit. Ik heb een dorst, dat is mijn trots. Op je gezondheid, kameraden. Leven de vrolijkheid, dat is ons. Ik heb altijd wel gedacht dat die affaire met het kind zich gemoedelijk zou oplossen. Jij hebt geboefd, jongeman. Het is jou tenminste gelukt je enigermate te rehabiliteren. Maar papa... die het gewaagd heeft die filmnimf in de open lucht te omhelzen, heeft nog een en ander aan me te goed. Ik heb een dorst, dat is mijn trots. Op je gezondheid, kameraden. Leven de vrolijkheid, knalsels. Daar ben je dus weer. De man die ik eens uit liefde heb gehuwd. Uit liefde? Nee, omdat je te gierig was om een warm waterkruid te kopen. Schaamteloze wellusteling. Jij... Stilte! Nog één woord en ik ben weduwnaar. Van nu af aan is het uit met je tirannie, dame. Van nu af aan ben ik de baas in huis. En wee je gebeente als je nog één kick durft te geven, begrijp je dat? Zo, en nou vertrekken we. Arabella, pak de koffers. De auto wacht buiten. En een beetje vlug, want anders smaait er wat. Ben jij krankzinnig geworden? Krankzinnig?
Ik zal jou eens laten zien hoe ik geworden ben. Waar haal je de moed vandaan? Zo tegen mij te spreken. De moed? De moed? Ik heb nog veel meer moed. Ik zal jou eens laten zien hoeveel moed ik heb. Daar! En nou eruit. Eruit! Ga de koffers pakken. Ga je weg. Voilà. Nou, heb ik moed of niet? Heb ik hem dat even kranen geleverd? Papa, mag ik u mijn vrouw en uw kleinkind voorstellen? Kiezen, 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 kiezen. Nee, 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 nee. Nog niet aanstellen, houtje. Nog niet, dat doet of je moe bent. Vooruit. Allee. Huh. Pas op, hoor. Ha ha ha.